sta hier met Arjen bij proefboerderij Rusthoeven en we gaan het hebben over vroegbestelling van suikerbietenzaad. Vanaf maandag 17 augustus kan er weer bietenzaad besteld worden voor uitzaai in seizoen 2021. Door vroeg te bestellen ontvang je niet alleen een vroegbestelkorting, maar ben je ook zekerder dat je over bepaalde rassen kunt beschikken. Tijdens de vroegbestelling zijn alleen de rassenlijstrassen van de rassenlijst van december 2019 bestelbaar. U ontvangt van ons een keuzeschema waarin per resistentiegroep staat aangegeven welke rassen bestelbaar zijn en welke rassen verwacht worden tijdens de decemberbestelling. Deze worden omschreven onder de noemer kandidaatrassen. In het keuzeschema ziet u bovendien prestaties van rassen zoals bladgezondheid en resistentieniveau. U ziet in het keuzeschema dat in de categorie Rhizoctonia 5 nieuwe kandidaatrassen verwacht worden, waarvan de prestatie maar een klein beetje beter is dan de huidige rassen die we kennen. In de categorie nummer 4, bietencyste aaltjes, verwachten wij, zoals u ziet, geen nieuwe betere rassen in de komende hoofdbestelling. En is het dus met name in deze categorie interessant om waar mogelijk vroeg te bestellen. In de categorieën 5 en 6, dus de categorieën aanvullende rhizomonieresistentie met of zonder bietencyste aaltjes, verwachten wij, zoals u kunt zien, een hele hoop nieuwe rassen waarvan naar verwachting de prestatie een stuk beter is dan de huidige rassen. Daarom is het in deze categorieën interessant om in die mogelijk te wachten met uw zaadbestelling tot komende december. Om u als teler te ondersteunen bij het maken van een zo goed mogelijke resistentiekeuze, hebben wij de resistentieaanbeveling ontwikkeld. Elke teler die via het ledenportaal bestelt, kan na het aangeven van de percelen waar hij verwacht in 2021 bieten te gaan telen, een advies krijgen op basis van rotatie van de afgelopen 10 jaar, grondsoort, waarnemingen uit het verleden en risicogebieden. Dus een teler geeft aan waar hij verwacht in 2021 bieten te gaan telen en krijgt vervolgens de rassen te zien die de resistenties hebben die bij dat perceel horen. Ook wordt op basis van grondsoort en volvruchten bepaald of insecticide fors voor dat perceel wel of niet nodig is. Dit systeem onderhouden wij continu om ervoor te zorgen dat u altijd met de laatste inzichten de goede keuze kunt maken. Als voorbeeld hebben wij een risicogebied waarin wordt aangegeven in welke gebieden de resistentiedoorbrekende variant van rhizomonie is gevonden. Nieuwe plaatsen waar de ziekte gevonden wordt voegen we toe aan een risicogebied. Ligt het perceel waar naar verwachting de bieten komen nou in zo'n risicogebied, krijg je als teler automatisch de aanbeveling om een resistent ras te kiezen. Door de bij ons bekende gegevens over uw perceel om te zetten en te gebruiken in een perceelspecifiek resistentieadvies, kunnen wij u ondersteunen met het maken van de juiste resistentiekeuze voor uw perceel. Daarnaast zijn de verschillende kwekers bezig in de veredeling om ziekteresistenties in te bouwen tegen onder andere vergelingsziekte, tegen andere bladziekten. In samenwerking met IRS worden alle rassen zo goed mogelijk onderzocht om de prestaties van de biet in beeld te brengen. En er ook voor te zorgen dat de rassen die bij de kwekers beschikbaar komen ook zo snel mogelijk voor u beschikbaar zijn om uit te zaaien in de praktijk. In de volgende vlogs zullen daarom ook de kwekers allemaal een onderwerp wat nader toelichten. Dat is onder andere bladgezondheid, vergelingsziekteresistentie, sterke rhizomonieresistentie en rhizoctonaresistentie. Ook gaan de kwekers in op hun aanbod voor deze vroegbestelling en wat er komende hoofdbestelling wellicht nog verwacht wordt.